Onlangs werd het 85-jarige jubileum gevierd van VV Kesteren. Dit werd onder andere kracht bijgezet door een voetbalkliniek voor de jeugd. Kesteren bestaat 85 jaar en dat is bijzonder. Daar hebben we met een activiteitenclub, een aantal enthousiaste mensen uit de club, hebben een feestavond georganiseerd en we wilden ook iets met voetbal doen en dan vooral voetbal met jeugd. Nou, die vroegen, Hans, wil je eens meedenken? Daar heb ik over meegedacht. Ik heb een goede vriend van mij, Gerry Vink, gebeld. Van Gerry, kunnen wij een leuke dag organiseren? Wil je me daarbij helpen? Nou, zo is het aan het rollen gegaan. Vandaar ook dat we vandaag zoveel mensen hier hebben. Ja, dit is het leukste wat er is. Ik bedoel, ik werk ook zelf met jeugd. En het mooiste is hoe leergierig ze zijn. Hoe dat ze beter willen worden. En dat helpt zo'n clinic ook aan. Alle facetten van het voetbal komen hier tevoorschijn. Als je ziet hoe leergierig die kinderen zijn en er plezier in hebben, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, dat is altijd prettig om te zien, ja. Ja, we voetballen heel veel samen met Lucky Ajax en ik had er niet verwacht dat ze vandaag zouden komen. Maar opeens stonden mijn oude voetbalvrienden naast me om te helpen. Ja, dat is een dag nog extra leuk voor de deelnemers, maar ook voor de ouders denk ik, want die kennen ze beter dan de kinderen. Ik ben er trots op dat Gerry Vink twee fantastische iconen uit het verleden mee heeft genomen. Richard Wietse en John Bosman, beide techniektrainer bij Ajax. En wie kunnen de jeugd nou beter techniek bijbrengen en tips bijgeven als deze mensen? 9 jaar geleden begonnen met de voetbalschool. Vanuit daaruit elke keer nieuwe materialen gekocht, groter, spectaculairder, ideetjes opgedaan. En zo ongeveer 2 jaar doen we nu de voetbalfundagen. En dan komen we kunnen met 17 onderdelen komen, dat is veel te veel. Maar meestal zijn er 8 à 10 onderdelen komen bij de verenigingen. En dan strijden kinderen om wie de beste is, maar ook gewoon lekker voetballen, veel plezier, lachen. En tussendoor een beetje een kleine strijd tussen de kinderen.